Nogal wat ophef was er vorige week over het feit dat er oude eiken gekapt werden in het XL Business Park. Kan dat zomaar? We kennen de zogenaamde compensatieregeling. Dus elke boom die gekapt wordt, moet eigenlijk één boom terugkomen elders in de omgeving. Wij hebben gemeend met elkaar om dat in een veelvoud te doen. We hebben vanmorgen in de afgelopen week 2000... echt 2000 struiken aangeplant met eetbare vruchten voor mens en natuur. Eetbaar groen, hè? Eetbaar groen heet dat. Dat is een heel project, dus 2000 nieuwe aanplanting. Plus die bomen die gekapt zijn in het verleden en die nu worden gekapt, die worden in de termen van veelvoud gecompenseerd. Dus 18 bomen weg, dat betekent 72 bomen terug. Wij zijn hier eetbaar groen aan het implanten, zoals dat dan heet. Dat houdt in, dat zijn gewoon struiken waar eetbare dingen aan zitten. Dat kunnen bessen zijn, dat kunnen rozenbottels zijn, hazelnoten. Hazelnoten. En dat is zowel voor mens als voor dier. Wij schatten dat de dieren er meer van zullen eten als de mensen zelfs. Ja. Er staan ook nog een paar pruimenbomen, mispels staan er. Dus, genoeg eetbaar groen. Dat wordt hier geplant op het Business Park XL. Ja. Ter gelegenheid waarvan? Dat is ter gelegenheid van de Groene Loper. Dat is een initiatief vanuit IVN, onder andere, IVN Almelo. En die wilde graag eetbaar groen inplanten in de omgeving. Dat is een project. En daar hebben we met XL Business Park overlegd of dat kan. En er waren ongeveer 10 stukken van die hoekjes die toch niet zo gebruikt werden, waar we wat in konden planten. En daar planten we dus tussen de 1000 en 1500 stuks eetbaar groen in. Er zijn hier lunchwandelingen aangelegd op het XL Park, XL Business Park. Dat is in samenwerking gebeurd met de routenetwerken Twente. Ik ben toevallig zelf de adviseur van de routenetwerken Twente. En heb ze dan ook ontworpen. En ze lopen dus een klein deel over het XL Business Park en een ander deel langs de doorbraak die hier achter ons loopt. En waarmee alles is geopend. Alsjeblieft. Wie gaan daar nou gebruik van maken? Eigenlijk tweeledig. Het zijn lunchwandelingen, dus de bedoeling is dus dat de medewerkers van het XL Business Park op het moment dus dat ze gaan lunchen hier een wandeling lopen. Die wandelingen zijn 2,5 kilometer, dus die kunnen ze in 20, 25 minuten lopen. Met dus een als ze een half uur pauze hebben, kan het net. Ja. En de tweede groep is toch voor de Barnebroekers, die met name aan de noordkant van Barnebroek zijn er nogal wat mensen die hier of een kleine wandeling maken of met hun hond gaan wandelen. En vanuit Windmolenbroek is er trouwens ook een vrij groot publiek wat hier niet aan deze kant van het XN Business Park, maar meer aan de kant van het kanaal hun hond uitlaat of gewoon zichzelf uitlaat. Ja, zo is dat, hè? Ja. Meneer Kotteman, u bent nu wethouder van Borne. Hebt u er geen spijt van dat Bornebroek naar Almelo is gegaan? Ja, dat is een goede vraag. Ik zie het zo. Vroeger was het zo de Almelo gemeente op zich. Maar nu zijn we toch meer 120 geworden. Dus we zijn allemaal tukkers. Dus laten we het nou zo zien. Bornebroek is ook nog een beetje Borne. Want de naam staat er ook nog volledig in. Dus wat dat betreft nog geen spijt. En we werken goed samen.